Mijn naam is de Bruine Albert. Ik vertegenwoordig nu momenteel Dakkant. Dakkant is een organisatie die instaat voor voedselbedeling aan minder bedeelden. De doelstelling van de organisatie is om dus andere mensen te helpen met voedselbedeling, met al wat erbij komt. Ik was vroeger een beetje, ja, moet ik zeggen, ik liep wat verloren. Ik had geen zicht op, geen uitzicht. En toen ben ik met Dakkant in contact gekomen. En dan ben ik mij daar beginnen voor interesseren en dan had ik een doel om naartoe te streven. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Het is nu mijn zesde jaar dat ik het doe. En ik ben van plan om het mensen nog een jaar of 20 vol te houden. De organisatie heeft mij geholpen in die mate dat ik meer verantwoordelijkheidsgevoel gekregen heb daardoor. Dat ik dus meer mezelf ben kunnen wonen. Ze hebben mij dus het gevoel gegeven dat ik werkelijk iets nuttigs doe voor andere mensen. Ik hoop dat Dakkant nog verder mag blijven staan. Ook de organisatie van Dakkant, want die mensen zelf die zetten zich voor de vol 100% in. Die verdienen alle respect die je maar kunt krijgen. Het enige dat spijtig is, het wordt eigenlijk niet 100% gewaardeerd zoals het zou moeten.